fietsen, sporten, veel bewegen. It keeps you fit. Hoe hou je jezelf fit? Hardlopen. Gewoon goed slapen, gezond eten en genoeg bewegen. I don't know, just go to the gym 6 times a week, do a little bit of boxing and try to eat well, but sometimes not possible because of work. But that's pretty much it, man. Naar de sportschool, veel buiten zijn en gezonde voeding. Door om de dag lekker 5 kilometer te lopen en veel in het huishouden te doen, veel te bewegen. Hoe hou je jezelf fit? We zijn nu op weg naar de sportschool, dus ik denk zo. Hans. How do you keep yourself fit? I go on runs into the gym daily. Daily? Yeah. Nice. It's a good way to let out the endorphins and you just feel better afterwards, so. Okay. Just put it in your schedule. There's always time, at least 1 hour. No excuses. Fitness elke week? Soort van. Okay. Eerlijk gezegd hou ik mezelf niet echt fit, maar ik probeer mezelf gewoon mentaal fit te houden. Hoe doe je dat? Gewoon voor mijn eigen rust zorgen, eerlijk gezegd. Okay. En ja, dat fysieke aspect van fit blijven, dat stel ik een beetje uit, maar daar probeer ik wel gewoon aan te werken. Hoe hou je jezelf fit? Door sport in de sportschool. Wekelijks? Ja, wekelijks 5 keer per week zoiets. Zo, netjes zeg. Ja. Dus je moet dan ook goed uitrusten en zo? Ja, rust is uiteraard heel erg belangrijk. Goed eten, doe je ook goed? Precies. Want 5 keer per dag is wel veel, hè? Ja, gewoon als je eet wat je moeder kookt, dan komt het allemaal goed. Ja. Gewoon lekker veel lopen, gezond eten, niet te veel snoepen, niet roken. Goed slapen. Niet te vaak te veel drinken. Oh ja. En ook niet te vaak. Ja, soms precies. Wel. Is het. Dankjewel. Gewoon alles met mate. Gewoon blijven lopen. Alleen dat? Ja, en ja, 2 keer in de week sporten. Oh, netjes. Ja, voor mijn hart hoor. Ik ga naar de sportschool. Wekelijks? Ik denk 3 keer per week. Oh, netjes. Oké, en nu mevrouw? Ik tennis. Tennis elke week? Zeker, 2 keer of zo. Zo, netjes. Goed slapen, ga naar de sportschool en geniet ook een beetje van het leven. Geniet van je geluksmomenten en koester dat en dan hou je jezelf altijd fit. Well, I actually cycle. I think that's what helps me. I honestly think I don't do that much for keeping myself fit. Well, like except for cycling, but nothing. I do nothing intentionally. I used to attend dance classes, but right now I'm too busy, so I don't. Fietsen, sporten, veel bewegen, traplopen, nooit met de lift, okay. Dat soort dingen. Ja, goed eten, gezond eten ook belangrijk. I do Pilates. What is Pilates? It's a body conditioning method created by a man called Joseph Pilates. He was German. He was a boxer, he was a gymnast, and he studied the body. And he developed his own method by mat and also apparatus. And it basically strengthens every single muscle in your body. It keeps you fit. It realigns the body, because sometimes we're kind of twisted or lopsided from carrying a bag or playing sports, and we create imbalances, so it realigns the body. All right. And it's a lot of breathing, and you feel amazing afterwards. Best thing you can do. Like yoga? No. Kind of comparing yoga to Pilates is like comparing football to rugby. Oh. Yes, they involve a ball, but totally different games. Oh. So there's similarities, yes, but it's more with yoga you hold a pose, but in Pilates you're moving all the time. Is it new? No. Ik kom net van de fitness vandaan. Oh, netjes. U fitness elke week? 3 keer in de week zo. Ja. Oké, netjes. U eet ook goed? Ja. Slaap goed? Prima, ja. Heel goed.